Het had zo mooi kunnen zijn. Een groot feest en extra veel aandacht voor het andere museum in Leeuwarden. Het museum bestaat namelijk 20 jaar en viert daarom een jubileum. En officieel zijn we in 2000 en daar begonnen met het concept voor het idee. 2002 was het pand hier voor het eerst open. En dat is natuurlijk wel een beetje vreemd om nu in coronatijden een jubileumjaar te hebben. Maar desondanks zijn we natuurlijk wel heel trots dat we er nog steeds zijn. We wouden een groot feest organiseren. Groot festijn hier creëren, honderden mensen uitnodigen om hier lekker te kunnen genieten van de 20 jaar bestaan. Ja, nu zal het toch een beetje anders moeten, maar hopelijk mogen we snel weer open. Ondanks dat het al 20 jaar bestaat, zijn niet veel mensen bekend met het museum. Kijk, het is ontstaan uit de privécollecties van mijn beide ouders. En mijn ouders hebben het toch vooral gezien als veredelde opslagplaats van hun hobby. En hebben er daarom niet bewust heel veel naamsbekendheid aan gegeven. Mijn vader die was elektrotechnicus, maar heeft jarenlang gewerkt als de directeur van een groot energieconcern. En om toch met die technische achtergrond bezig te blijven, heeft hij altijd gerestaureerd. Dus bijna alles wat hier staat heeft hij zelf gerestaureerd, zelf onder handen gehad. En is dus ook min of meer in werkende staat, laat ik het zo zeggen. Ja, bij deze durf ik je te beloven dat hij in één keer wegrijdt. Ik kan wel even de kap open doen als je het leuk vindt. Hij is helemaal in concoursstaat. En het merendeel van de auto's is wel in deze staat, maar heeft natuurlijk al wel weer een hele tijd stilgestaan. Dus of ze dan allemaal in één keer starten, dat betwijfel ik, maar ze moeten het in principe allemaal doen. Deze bijzondere collectie trekt tot nu toe niet veel bezoekers. Toch hoopt het museum met een professionaliseringsslag straks meer mensen te kunnen ontvangen. Ik heb het nu zelf zo'n 3 jaar geleden overgenomen. Mijn vader die is helaas recent overleden. En daardoor is daar wat een stroomversnelling ingekomen in die overname, zou je kunnen zeggen. Ik wil er wel absoluut meer een professionaliseringsslag in slaan. Het is een ontzettend mooi museum, staat ook ontzettend veel. Dat is ook een hele bewuste keuze. Maar wat ik denk is dat er iets meer structuur in aangebracht kan worden. Dus iets meer logica in de volgorde van alles aangebracht kan worden. En wat daarbij komt is dat ik denk dat een museum ook een maatschappelijke functie heeft. Dus ik zou ook graag een aantal maatschappelijke thema's roelerend in het museum willen aankaarten. En daar ook wat mee willen doen.